iedereen, dit is de boodschap voor Sterrenbeeld Kreeft van 20 tot 26 september 2021. Het is zaak om met het water uw element mee te vloeien. Het heeft geen zin om tegen de stroom op te roeien. Dat helpt niemand. Het zorgt alleen maar voor weerstand, blokkering en u slecht voelen. Als iets u blokkeert, doe het dan ook niet. Het kan tijdelijk zijn of het kan een blokkade zijn die er altijd zal wezen. Maar als u zich nu daartoe geblokkeerd voelt, dient u uzelf niet te forceren om dat doel te bereiken. Nee, neem afstand, neem een adempauze en richt uw energie op iets anders dat u wel doet stromen. En u zal zien, u zal in de positieve stroom komen, in de positieve energie en u beter gaan voelen. Als hetgene u blokkeerde daarna op uw pad opnieuw komt, dan zal u merken of er u vanuit dat positief gevoel naar verder zal kunnen stromen of dat het misschien gewoon uit je leven zal verdwijnen omdat het toch niet meer van toepassing is. Dus blijf positief en blijf stromen. Hopelijk brengt deze boodschap u steun en inzicht voor deze week. Als u zelf eens een sessie wenst met mijn gidsen of een energetische healing wenst te ontvangen, dan kan u dit altijd bij mij boeken. U vindt alle nodige info daarover op mijn persoonlijke website op www.sterrenlichthealing.be. Ik dank u voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!